Rock the Boat wordt mede mogelijk gemaakt door Impact Boats, Beaufort Watersport, Van Mossel MG en McGregor. Een 3D geprinte sloep gemaakt van gerecycled afval. Dat is pas duurzaam, dat geloof je toch niet? Nou, ik wel, want ik sta erop en wij zijn erbij. Vorige week zag je hoe ik in een 3D geprinte sloep de Friese water opging. Impact Boats ontwikkelt ze helemaal van gerecycled materiaal en ik mocht kijken en rijken waar dat vandaan kwam. Een complete sloep uit één printer. Ik wilde het in Rotterdam met eigen ogen zien en Jelle geeft mij tekst en uitleg. Jelle, vertel. Arno, die korreltjes hè, die jij bij Marieke gezien hebt, ken jij die nog? Ja, dat herinner ik me nog, ja. Dat zijn deze korreltjes. Ja, precies. Die komen uit die doos. Ja? Dat noemen ze een octabin, zo'n doos. Daar gaat ongeveer 1000 kilo in. Mm-hmm. En vervolgens gaan ze van de octabin in deze drying bin. Wat deze machine doet, is die maakt de korreltjes droog. Als die korreltjes droog zijn, dan valt dat hier in de materiaaltransportslang. Mm-hmm. Vervolgens wordt dat omhoog gezogen via het dak. Helemaal naar de hopper. De hopper, de printer. De printer. Wil ik zien? Jelle, daar ligt hij. Dat is hem, de ja. MB500. De MB500, hoe lang heeft het geduurd voor die door de printer was? Zeg zo'n 60, 70 uur. 60 tot 70 uur, dus dat is ruim 2,5, 3 dagen. Ja, en dat is vrij rap. Lijntje voor lijntje. Lijntje voor lijntje. Deze boot wordt dus op 45 graden geprint. Niet van beneden naar boven, maar horizontaal. Mm-hmm. En omdat het anders niet werkt met de zwaartekracht, want je kunt dat niet in de lucht printen, printen wij op 45 graden. Dus als er inderdaad een holle ruimte zit, je kan dat niet printen? Je kan dat niet printen, want je kunt niet in het luchtledige een lijn leggen. Maar wel op 45 graden? Wel op 45 graden, want dan maak je eerst een supportstukje. En vanuit dat supportstukje kun je langzaamaan naar achteren werken. Voortschrijdend inzicht, ook voortschrijdende technieken, maar de eerste kwam die er helemaal perfect uit. De eerste kwam er zeker niet helemaal perfect uit. Er is heel veel werk aan vooraf gegaan om het zo te krijgen zoals die er nu bij ligt. Dus je kunt je voorstellen dat die eerste, dat niet de meest mooie boot was die wij ooit geprint hebben. Want ik had gehoord dat die eerst ook in een compartiment is opgebouwd. Dat was ook met deze printer? Nee. Achter mij zie je een andere printer. En zoals je ziet, die printer is wat kleiner. Dus wij kregen het niet voor elkaar om dat in één geheel te printen. Met die kennis hebben wij uiteindelijk deze machine laten maken. En deze kan hem in één keer printen. Wij gaan je binnenkort zien, hopelijk in de showroom bij de opening. Dankjewel voor je tijd. Hallo. Bedankt en tot in de showroom. Ja, en in een duurzame sloep hoort natuurlijk een duurzame aandrijving. We rijden al elektrisch, dan willen we ook elektrisch varen. En daar weten ze op mijn volgende afspraak heel veel van. Als je elektrisch gaat varen, dan wil je natuurlijk ook elektrisch rijden. Maar als je een trailer hebt met een sloep, dan is dat nog niet zo gemakkelijk met een elektrische auto. Maar hybride is daar wel goed voor, zoals deze MG. Lekker gemakkelijk. En later deze week gaan we natuurlijk nog even varen naar een mooi stukje Friesland. En dan nemen we de sloep op de trailer mee. Maar nu eerst kijken nemen hierbij Propel. Propel heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam. Hier testen en ontwikkelen ze elektrische aandrijving voor boten. Binnenboord en buitenboord. Strong and silent. Sterk en stil. Dat is het motto. Aha, kijk, ik heb nog zo'n oude dieselmotor in mijn boot zitten. Maar dit is de toekomst. Klein, compact, sterk. De Propel D1 inboordmotor, volgens mij is dat ook de motor die straks in de sloep ligt waar wij mee gaan varen hier in Amsterdam.
Deze platte motor is een elektromotor die efficiënter is en toch meer power heeft dan bestaande types. Propel ontwikkelt de motor en elektronica zelf. En er wordt heel veel aandacht besteed aan het design. En dat zie je. Testlab, ook belangrijk. Maar ze zijn druk. In Amsterdam wordt voortdurend getest. De Axial Flux motor is heel stil, maar wel krachtig. Overigens kan je met één volle accu tegenwoordig prima de hele dag rustig varen. En er komen steeds meer laadpunten en elektrische routes bij. Ah ja, dit wist je misschien nog niet, maar ze hebben er nu al een Design Award mee gewonnen. En dat ging volgens mij om dit ontwerp. En die heb jij nodig, denk ik. Yes. Alsjeblieft. En wij gaan snel varen midden in Amsterdam. En varen, dat doen we. Erik en Niek van Propel nemen me mee over de eeuwenoude Amsterdamse grachten in een hypermoderne duurzame sloep. Ah, dit is toch heerlijk, varen door de Amsterdamse grachten op een sloep. Maar ga je me nou vertellen dat dit ook een 3D geprinte sloep is? Ja, dit is de Impact 680, volledig 3D geprint en elektrisch. Onder de vloer ligt een elektromotor, vertel. Ja, hieronder ligt de elektrische inboordmotor van Propel, de D1. Vrij compact voor een inboordmotor, toch krachtig, 10 kilowatt aan vermogen. Maar je hebt niet eens een motorkist nodig. Nee, die zie ik ook hier niet, dus je hebt lekker veel ruimte. En dan het stille varen, hoe fijn is dit? Ja, ja, zeker. Je kan elkaar gewoon duidelijk verstaan. Je hebt geen geronk van een motor. En wat ik heb gehoord, er komt een nieuwe wetgeving hier in Amsterdam, elektrisch varen. Ja, straks moet iedereen met de Propel D1 motor gaan varen. Okay. Want vanaf 2025 moeten alle boten in het centrum elektrisch varen. Dus de hele grachtengordel wordt binnen een paar jaar elektrisch. Straks kom je er eigenlijk met een fossiele brandstofmotor kom je de stad gewoon niet meer in. En terecht. En terecht, ja. Okay. Ze zijn ontzettend vervuilend. Het stinkt, het maakt lawaai. Dus voor woonboteigenaren is dat natuurlijk ook heel fijn. En voor jezelf. En het mooie is, het past bij zo'n sloep. Sloep past bij Amsterdam. Ik heb eten, drinken. Ik kan optimaal voor me genieten, toch? Genieten, ja. Gaan we nog even doen.